Welkom bij de tweede aflevering van mijn serie over ondernemers. Deze week onderzoek ik wat een gemeente kan betekenen voor ondernemers. Mijn naam is Vera Hakenberg. Ik ben accountmanager arbeidsmarkt en bedrijven van de gemeente Rijsselholte. En daarmee ben ik eerste aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeente. Nou, de gemeente kan dienstbaar zijn voor ondernemers door in ieder geval één aanspreekpunt binnen de gemeente aan te stellen. Die de ondernemer helpt in hun zoektocht binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Ja, voor de gemeente is het van belang om zich te profileren als ondernemende gemeente. Want goede ondernemers en ondernemerschap binnen je gemeente betekent vaak ook gewoon goede faciliteiten en goede werkgelegenheid. Daar heb je als gemeente natuurlijk belang bij. Ondernemerschap is ook iets wat je vooral samen moet doen, zeg maar. De ondernemers ondernemen, maar de gemeente faciliteert. Er is wel verschil dus tussen gemeentes qua ondernemerschap, zeg maar. Vanuit oudsher is bijvoorbeeld gemeente Rijsselholt een heel ondernemende gemeente. Er zitten actieve ondernemers, bekende grote namen hier op de bedrijventerreinen, die ook op hun manier weer nieuwe bedrijvigheid aantrekken. Stel je bent een gemeente en je hebt nog weinig ondernemers binnen je gemeentegrenzen, dan zou ik vooral in samenspraak met de ondernemers die al wel gevestigd zijn binnen de gemeente kijken van hoe kunnen we nou verder in onze ontwikkeling als ondernemende gemeente. De gouden tip voor de ondernemer is om binnen de gemeente het aanspreekpunt te vinden voor de ondernemers en om daar eens mee in samenspraak te komen voor projectontwikkeling of ideeën of brainstormen, want die kan gewoon veel voor je betekenen. Het is belangrijk om te weten dat een gemeente vaak al veel doet voor ondernemers, zoals het aanstellen van een contactpersoon. Bij zo'n contactpersoon kun je terecht voor vragen en hulp. We zien je de volgende keer weer met een nieuw thema.